allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ga jullie voorstellen aan onze twee nieuwe aanwinsten, Perla en Pantera. Veel plezier met kijken. Helemaal. Je leeft nog. Hier zien jullie ons pareltje Perla. Hier is ze net van straat gehaald. Ik was onderweg naar het vliegveld om een vriendin op te halen. En ik had gezegd, ja, ik ben er met 5 minuutjes hoor. In mijn mooie jurkje, want we zouden nog even gaan uit eten gaan. Ik zag er helemaal netjes uit, haartjes gefeund en zo. En toen zag ik dus Perla langs de weg lopen. En ja, dat was gewoon niet om aan te zien. Ze viel heel de tijd om. Ze zwalkte echt langs de weg. Je kon echt duidelijk zien dat ze ontzettend veel pijn had. Dus ik ben gestopt, alleen kon ik haar niet te pakken krijgen. En er kwam een tjoller. Dat is iemand die dakloos is. Vaak een drugsverslaving, alcoholverslaving heeft en er heel onverzorgd uitziet. Die man die was helemaal enthousiast. Hij zei, wat ga je met dat hondje doen? Ik zei, ik ga haar naar de dierenarts brengen en ik ga voor haar zorgen en haar een beter leven geven. Ja, hij vond het helemaal geweldig, dus hij ging meteen helpen. Hij zou haar afleiden en ik zou haar dan pakken. Nou, en ze was echt als een krokodil aan het happen naar ons. En nou, uiteindelijk had ik het te pakken. Toen heb ik achter in de auto gelegd en onderweg in de auto heel veel tegen haar gekletst. En toen ging het gelukkig steeds een beetje beter. En thuis aangekomen ging ze gewoon meteen eten en drinken. Dus dat viel allemaal reuze mee. Ze is heel dun. Hier zie je dat het halsbandje is afgeknipt. Heel vies. En aan de onderkant was het ook een beetje ingegroeid. Dat kun je nog wel zien. Perla is helaas door een auto aangereden 3 weken voordat we haar gevonden hebben. Haar rugwervels zijn gescheurd, haar bekken is gebroken en haar poot is gebroken. Pantera hebben wij gevonden op 11 september. Toen strompelden ze langs de weg. We waren onderweg naar een snack om een colaatje te halen na een hondenwandeling die we hadden gedaan met toeristen. En daar liep ze, we schrokken ons kapot. Ik heb meteen geprobeerd om haar te pakken, dat lukte niet, want ze rende hard weg. Toen zijn we daarna nog teruggegaan met een aantal auto's en hebben daar allerlei rondjes gereden door de wijk, maar we konden haar echt niet vinden. En 's avonds hadden we nog even gezocht, konden we haar ook niet vinden. Toen de volgende dag ging transport rijden met 2 pensionhonden. En onderweg terug, toen dacht ik, oh, ik ga nog even kijken of ik Pantera zie. En ja hoor, daar lag ze langs de weg. En ja, ze lag aan de kant geschoven, ze lag keurig netjes recht. Dus ik denk, nou, dat kan niet anders zijn dan dat ze doodgereden is. Dus ik ging nog even een foto maken voor de vrijwilligers van, nou kijk, helaas, het hondje is overleden. Maar toen zag ik dat ze dus nog ademde. Dus ik heb hem meteen opgepakt en meegenomen naar huis. En ja, zo ziet ze er dus uit. Ai, poppeke. Ai. Au. Ziet er heel oud uit. Goedemorgen, Eefje. Goedemorgen, Eefje. Goedemorgen. Hi. Hallo. Hi, Nikachu. Ach, wat is het dik. Gelukkig toch. Ja, gaat het toch wel. Ach. Wil ik het ook. Oh. Oh, mooi meisje. Dat is echt heel dik. Oh. Nou goed dat je aan het lopen bent hoor. Ja, superknaap. Gaan we bij Pantera kijken? Pantera. Eefje, wie zit er in mijn enkels te bijten? Oh. Hey, Pantera. Oh, er zijn er echt al veel weg. Wat zie je er goed uit? Hi. Zo, er zijn er echt veel weg. Heb je afscheid genomen van je familie? Hey. Oh, dat litteken is ook echt gigantisch, hè? Ja. Wat heb je gedaan? Of willen we dat niet weten? Gaan we dat allemaal vergeten? Nou, je hebt nog wel zat te plukken, hoor. Ja, ik ben er mooi mee bezig. Ja, maar er is echt veel weg. Is het al ja.